Natuurlijk heeft Danny er niets mee te maken. Waarom geef u dan een vals alibi? Oh ja, om te helpen. Nou ja, dat heeft dus iets anders uitgepakt, want hij werd boos en toen heeft hij Jack de Waard verteld en dat dus... Ja, wat nou? Ik wilde gewoon helpen. Ja, je wilde gewoon jezelf helpen. Hé? Ik begrijp niet wat je bedoelt. Je hebt tegen hem gelogen om hem afhankelijk van je te maken. Om hem aan je te binden. Nou, dat begrijp ik en ik snap het. Maar het is veel te ingewikkeld en je hebt er helemaal niks aan. Als je hem leuk vindt, en dat vind je, moet je niet liegen. Moet je gewoon eerlijk zijn. Zeg gewoon tegen hem dat je hem leuk vindt. Dit denk je soms dat ik het niet eng vond om tegen Nout te zeggen dat ik hem leuk vond. Nou, ik was zo bang dat hij me zou afwijzen. En Nout was weer bang dat ik hem zou afwijzen. Dus nou ja, dat schoot lekker op. Mijn lieve schat, hoe leuk ik jouw tienerliefde met Nout vind. Nee, niet doen. Niet stom doen over de liefde tussen mij en Nout. Alleen maar omdat jij te bang bent. Ik ben niet bang. Denk je soms dat Danny Shorts nog terug wil? Nee, ze wil Danny niet terug. Ze wacht op Bing. Nee, dat vroeg ik niet. Denk je dat Danny Shorts nog wil? Nou, daar zou ik maar niet bang voor zijn, want jij bent 1000 keer leuker. Ja, nee. Dat sowieso natuurlijk. Zeg het hem gewoon, oké? Okay? Misschien. Maar goed, vertel eens even over jou en die bouwvakker van je. Is hij al ondervraagd trouwens? Nee, natuurlijk niet. Nou, hoezo iedereen die met Rutgers een investering te maken heeft gehad, wordt er ondervraagd door de politie? Doe niet zo belachelijk. Nout heeft er echt helemaal niets mee te maken.